steken ze echt onze zeven. Hoppakee! Breda Nu. Je weet het meteen. De gure winterdagen komen eraan, de kerstverlichting brandt en winkeliers maken hun etalages klaar voor Sinterklaas en kerst. Maar helaas blijven sommige etalages donker. Of toch niet? Woensdag 21 november opende wethouder Daan Kwaars het eerste raam van het nieuwe Vitrage-project in Breda. Vitrage is een nieuw concept speciaal bedacht voor het invullen van de etalages van winkels die te huur staan in de Bredase binnenstad. Ik heb gewoon oude plaatjes opgezocht en oude afbeeldingen van rosmolens, van grutmolens. En daar is uiteindelijk dit uit ontstaan. Het is gedeeltelijk geïmproviseerd. Ik ben begonnen omdat je met die kalkstift kan je zeg maar niet schetsen. Dus dat was nog wel echt een uitdaging om dat in één keer op te zetten. Maar ik ben wel best wel tevreden over het resultaat. Vitrage is een nieuw project in Breda wat leegstaande winkelruimtes of bedrijfsruimtes in de binnenstad illustreert, de ramen gebruikt als illustratie om het verhaal te vertellen van een pand of van de straat zelf of wat er in dat pand gaat gebeuren in de toekomst. Dus het is eigenlijk een platform voor illustratoren en tevens een aandachttrekker voor de eigenaar van het pand om zijn ruimte in de kijker te zetten. Ja, het is een geweldig project. Kijk, het laatste wat je wil, en vooral in deze donkere tijd, hè, maar sowieso het hele jaar, is dat je door de stad heen loopt en dat er etalages zijn die leeg zijn. Breda Nu. Je weet het meteen.